Ik ben voor arbeidstijdverkorting, want ik heb liever dat 5 mensen 4 dagen per week werken dan dat 4 mensen 5 dagen werken en eentje moet dan door de andere 4 onderhouden worden met premieheffing. We zitten gewoon in een balansrecessie met een Keynesiaans spaarparadox. En dat zou je kunnen doorbreken als de vakbonden nu eens een behoorlijke looneis zullen uitstellen. Dat is een korte termijn argument. Keynesianisme is altijd korte termijn. Dan is een tweede argument wat de economen van de Rabobank een jaartje geleden in de pers hadden. Namelijk de samenhang binnen de euro. Het zou goed zijn als wij iets hogere looneisen zouden hebben. Iets minder concurrerend worden ten opzichte van de zuidelijke landen. Zij moeten natuurlijk een loonmatiging doen. Ze moeten gewoon een exportoverschot hebben om hun schulden te kunnen afbetalen. Er is enorm veel geld uitgeleend. Als we dat nog een keer terug willen zien, dan moeten zij gewoon exportoverschotten hebben. En dan kunnen wij niet met onze agressieve exportstrategie doorgaan. We hebben op dit moment in Nederland massale loonmatiging. De looneisen nominaal blijven achter bij de inflatie zelfs nog, afgezien daarvan dat je de productiviteitsgroei laat liggen. Dus dat is heel slecht. Dat zet de euro extra onder druk en vermindert de kans dat de euro het gaat redden. Maar het derde argument, wat dan mijn specialisme is sinds de jaren 90 al, ik heb het de eerste keer in 1994 verwoord, is je krijgt dus door loonmatiging een systematisch lagere groeivoet van je arbeidsproductiviteit. De toegevoegde waarde per arbeidsuur groeit minder. We hebben dat intussen ook geschat en gepubliceerd. Het komt erop neer dat 1% minder loonstijging leidt tot ongeveer 0,4% minder groei van de toegevoegde waarde per arbeidsuur. Daarmee kun je dus verklaren waarom Nederland, we beginnen in 1982 met loonmatiging in Wassenaar, waarom je vanaf 1984 een structureel lagere groeivoet hebt van de arbeidsproductiviteit. Dus onze arbeidsproductiviteit in Nederland groeit met een klein procentpunt minder dan het EU-gemiddelde. We hebben dezelfde economische groei, dezelfde GDP-groei, maar GDP per arbeidsuur gaat dus een klein procentpunt minder. Daardoor heb je meer arbeidsuren nodig en daardoor dat werkgelegenheidswonder waar iedereen zo blij mee was. We hebben dus werkgelegenheid geschapen door gewoon minder productiviteit te realiseren. En ik vind dat nog altijd een wat Oost-Europese manier van werkgelegenheidsverschaffing. In Oost-Europa had ook iedereen werk, maar ja, als je eens keek, wat doen die mensen in hemelsnaam? En ik heb de indruk dat we met die neoliberale golf nu soortgelijke dingen terugkrijgen. Als je maar kijkt, er zijn bijvoorbeeld een voorbeeld is de begroeters, de greeters bij Walmart. Die hebben dus als levenstaak mensen met een vriendelijke glimlach een goede morgen te wensen en ze een karretje in de handen drukken, een winkelkarretje. En daar verdienen ze een hongerloon mee. Ja, op die manier heb je de mensen uit de werkloosheidsstatistiek verwijderd. Maar ja, het is toch armoede en je moet je toch afvragen, wil je nou als rijk land dat rijk wil blijven, dat soort werkgelegenheid scheppen? Wat moeten we dan wel doen? Dan zou ik zeggen, pak de volle productiviteitsgroei, ga voor hoogproductief werk. En als onder de streep blijkt, er zijn te veel robots en er is te weinig werk over, nou goed, verkort dan maar de werkduur. Kijk, het gaat uiteindelijk daarom dat je de toegevoegde waarde hebt. Voor de financiering voor de vergrijzing moet er meer toegevoegde waarde geproduceerd worden. En liefst meer toegevoegde waarde per arbeidsuur. Daar gaat het om bij de vergrijzing. Het gaat niet daarom dat we veel uren werken. Nou. En dan zou ik zeggen, ja, als je nou dat 3/4 tot 1 procentpunt wat je per jaar aan productiviteitsgroei gemist hebt over de laatste 29 jaar, als je dat nou gebruikt had om systematisch de werktijd te verkorten, dan hadden we voor hetzelfde GDP nou kunnen zeggen, iemand met een fulltime baan had dus op donderdagmiddag kunnen stoppen met werken en dan op donderdagmiddag beginnen aan het weekeinde. En ja, vrije tijd is ook welvaart, ne? Niet alleen goederen en diensten, maar ook vrije tijd is welvaart. Dus ik denk dat het goed zou zijn om dat Calvinistische werkethos een beetje los te laten. Ga wellicht gradueel naar een 32 of 30-urige werkweek, dan vang je de werkloosheid op. Overigens wordt er altijd gezegd, je vergeet het lump of labor argument. Vind ik een beetje onzin, want ik heb al die tijd van die mensen die dat argument gebruiken nog nooit een goede econometrische studie gezien die dat ook bewijst dat dat een hard argument is. Ik weet, ze hebben daar een punt, maar ik denk dat toch tenminste een deel van de werktijdverkorting ook ten goede komt aan extra werkgelegenheid.